Burgemeester Hogedoorn, goedenavond. Wat is uw eerste reactie na deze terugkombijeenkomst? Nou, ik ben zonder meer enthousiast. Vooral enthousiast. Ik was al heel erg blij mee dat anderhalf week geleden we met de bus naar Pelermaas konden en Boekel. Met niet alleen betrokken raadsleden en ambtenaren, maar vooral ook veel mensen van maatschappelijke organisaties, van verenigingen, van dorpsgroepen. Dat was heel goed. Om vooral daar ter plaatse ook het met elkaar te zien van hoe kan het ook anders. De maatschappelijke verantwoordelijkheid inhoud geven. Maar we zouden vanavond erover doorpraten wat we daar nou hebben gezien. Wat kunnen we daar nou mee in Oldebroek? En dan ben je er in de eerste plaats van afhankelijk. Komen mensen naar die avond toe? Nou, de opkomst was prima. Maar we hebben ook echt een hele goede inhoudelijke discussie gehad. Dus ook, er wordt echt meegedacht hoe kunnen we de beweging op gang brengen. En hoe kunnen we het allemaal verder brengen met elkaar. En het meedenken vanuit de samenleving, dat is eigenlijk het eerste wat we nodig hebben. En daarom ben ik enthousiast. Een van de 200 lessen, of nou, het waren er een aantal die er in de bus zijn gegeven. Dat was het hebben van lef. Werd toebedeeld aan de gemeente, aan het college. En ook het risico durven nemen. Hoe ziet u dat in de huidige situatie binnen het gemeentehuis? Ja, dat is een absolute voorwaarde. Kijk, ik ben mezelf daar heel erg van bewust dat het bij de overheid niet in de genen zit om dingen los te laten. De overheid wil per definitie eigenlijk zelf alles altijd reguleren. En als we daarin volharden, dan krijgen we deze verandering niet op gang. Dus we moeten heel kritisch naar onszelf kijken. Dat geldt voor het gemeentebestuur en het geldt ook uiteraard voor de medewerkers, het gemeentehuis. Dat we vooral leren loslaten en ook met de samenleving meedenken hoe zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat wij het niet allemaal voor hen gaan invullen. En wat vanavond ook werd gezegd, de houding moet veel meer worden ja, mits eventueel, in plaats van nee, tenzij. En u gaf aan dat het al op vrij korte termijn wordt gerealiseerd op bepaalde delen. In het najaar dan wordt het al bepaalde dingen geconcretiseerd. Is dat niet heel erg snel als je ziet dat een van de twee gemeentes waar u geweest bent er al 11 jaar voor nodig heeft om dat proces op gang te krijgen? Ja, maar soms kan het ook heel snel. Ik denk dat het, als er eenmaal beweging ontstaat, dat mensen ook heel snel die verantwoordelijkheid opnemen. Een voorbeeld daarvan is in Boekel, daar is het welstandsbeleid helemaal losgelaten. We hebben altijd het idee van, we moeten welstand hebben, anders gaan er de meest verschrikkelijke woonwijken ontstaan. Daar is gebleken dat mensen, als ze vrijheid hebben, zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor mooie woningen. Want ze hebben er zelf als eerste ook belang bij, want ze willen hun woning ook weer kunnen verkopen als het zover is. Dus ik denk dat we daar helemaal niet zoveel tijd voor nodig hebben. We hebben in dat verband hier ook in elk geval het evenementenbeleid fors vereenvoudigd. Voor heel veel zaken heb je geen evenementenvergunning meer nodig. Maar de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van die evenementen ligt bij de organisator. En ook met de boodschap, als je dat niet goed doet, dan loop je wel het risico dat je voor de volgende keer gewoon wel een verbod krijgt op evenementen. En dat willen mensen ook niet. Dus er zit altijd wel een sanctie achter. Als het gaat om bijvoorbeeld om reclamebeleid, is al genoemd, welstand. Er zijn heel veel zaken waar we gewoon veel te veel vanuit de overheid willen reguleren. Terwijl we eigenlijk op onze klompen kunnen aanvoelen, als wij het niet regelen, heeft die samenleving er zelf als geen ander er belang bij dat het goed voor elkaar is. Dus de vrijheid die aan de burger wordt toebedeeld, was ook een volgens mij van de lessen. Dan wordt die vrijheid in redelijkheid ook wel genomen. Dat gaat niet over de schreef of dat escaleert niet. Dat ondersteunt u wel die les, die mening? Ik denk dat we als overheid, dat is ook iets wat de laatste decennia ontstaan is, veel te veel het idee hebben dat wij als overheid alles moeten reguleren omdat het anders niet goed komt. En wat doen we dan voor? We doen het voor de samenleving. Maar die samenleving heeft zelf toch belang bij dat de zaken gewoon voor elkaar zijn. Dus die heeft de overheid daarvoor niet nodig. Die gaat, zoals het in het boek al ook gebleken, zelf zorgen dat die woonwijken gewoon prima voor elkaar zijn. Nou hebben we het over Boekel en Peel en Maas. Ik ken de gemeentes niet persoonlijk en hoe groot ze zijn en dergelijke. Maar goed, nu is het in Oldebroek nog wel een heet hangijzer dat we misschien samen gaan met Hattem en Heerde. Wat voor gevolgen, wat voor consequenties heeft deze bijeenkomst, deze reis dan voor dat proces wat afgelopen donderdag in de raad al is geweest? Nou, Boekel is een gemeente van ongeveer 10.000 inwoners. Kleiner dan Oldebroek. Maar Peel en Maas is een geherindeelde gemeente. Sinds 2 jaar. Dat is een gemeente van ruim 40.000 inwoners. Dus dat is een beetje vergelijkbaar met de situatie die dan zou ontstaan. Maar dat blijkt juist uit dat het eigenlijk niet zo'n probleem is in dat verband. Omdat het accent komt heel erg te liggen op het samenleven in de dorpen.
Dus je hebt niet meer zozeer de gemeente in totaliteit als totale gemeente in beeld. Nee, we nemen als uitgangspunt dat het samenleven vorm en inhoud krijgt in de dorpen zelf. Daar moet het gebeuren en daar moeten mensen ook verantwoordelijkheid nemen. Dat hebben we vooral in Peel en Maas ook gezien. Dat mensen daar elkaar opzoeken. En dat heb ik net in mijn inleidende woorden ook gezegd. Het gaat niet zozeer meer om de relatie tussen overheid en de burger. Het gaat er vooral om dat de relatie tussen de burger en de burger steeds beter wordt. Dat die elkaar weten te vinden. En zelf gaan we zeggen van wij willen in ons dorp dat het zus of zo gaat worden. En wij willen zelf gaan organiseren dat we dat voor elkaar krijgen. In Peel en Maas zeiden ze, wij kunnen alles. Wij kunnen alles zelf. We hebben de gemeente niet nodig. Dat is natuurlijk even symbolisch uitgedrukt. Maar in de zin van bepalen wat wij in ons dorp van belang vinden en hoe wij het willen hebben, dat kunnen ze zelf. En dat is een kwestie van elkaar opzoeken en met elkaar gaan doen. Dus u voorziet geen grote problemen in de samenwerking eventueel met Hattem en Heerde, terwijl zij misschien nog niet eens hierover aan het nadenken zijn? Nou, ik weet van Hattem en Heerde, zoals eigenlijk alle gemeenten, dat deze beweging die wij nu zeg maar, hier op gang brengen, dat die eigenlijk overal in Nederland moet gaan komen. Iedereen heeft om te beginnen een financiële noodzaak om te gaan bezuinigen. Dus het moet anders. Alleen wij hebben hier gezegd, en Hattem en Heerde denkt daar in principe net zo over. Laten we het niet zo negatief houden bij noodzaak tot bezuinigen. Laten we vooral het positief gaan benaderen. Hoe kunnen we het anders gaan organiseren en hoe kunnen we zorgen dat de samenleving in zijn kracht wordt gezet. En dat moet je vooral op dorpsniveau doen. En daar zijn we het op zich met Hattem en Heerde ook over eens. En als we het dan hebben over de toekomstvisie 2030, die is natuurlijk ook al opgesteld. Hoe ziet dat eruit als er dan toch wel heel wat veranderingen worden voorgespiegeld? Zoals LEF, de jongeren erbij halen, een globale visie opstellen. Volgens mij zijn de kaders voor 2030 al geschetst. Is dat dan niet te voorbarig geweest? Nou ja, een belangrijk element in de toekomstvisie was ook dat we veel meer gebruik zouden maken van de kracht van de samenleving. Omdat we gewoon ervaren in onze gemeente dat mensen hier veel kunnen, ook veel verantwoordelijkheid nemen. En vooral ook zelf willen bepalen hoe hun leefomgeving eruit moet zien. Wat ze zelf willen. En in die zin sluiten we daar juist met deze missie van Onderzoek voor elkaar heel erg goed op aan. Dus ik denk dat het elkaar eerder aanvult. Het kan wel zijn dat de inhoudelijke conclusies die getrokken zijn in de toekomstvisie, dat als we het wat meer loslaten en wat meer bij de samenleving neerleggen en bij de onderscheidende dorpen, dat in die dorpen zelf andere accenten gelegd gaan worden. Maar dat is niet erg. Wordt het nog herzien of wordt het nu zo gelaten? Nou, we hebben niet de bedoeling om dat binnenkort op de agenda te plaatsen. Ik vind het ook niet zo belangrijk eerlijk gezegd. Ik vind het veel belangrijker dat we erin slagen dat de dorpen zelf hiermee aan de slag gaan. Laat zij vooral hun eigen accenten gaan bepalen. En laten wij daar ruimte voor gaan geven. En dat niet gaan blokkeren doordat we een toekomstvisie hebben vastgesteld. De toekomst die ligt voor ons. De eerste planning is alweer eigenlijk gemaakt dat er binnenkort weer een terugkom of een meedenkdagavond wordt georganiseerd. Dat ziet u allemaal positief tegemoet? Ja, ik ben er ook blij mee dat er ook daarvoor gelijk alweer heel wat vingers de lucht in gingen van mensen die daarin mee willen denken met ons. Want zoals ik al zei, je loopt als overheid heel gauw weer het risico dat je weer vanuit het gemeentehuis gaat bepalen hoe het in de samenleving allemaal moet gaan gebeuren. En dat moeten we nou juist niet willen. En daarom hebben we nodig dat de mensen gewoon uit het veld, uit de samenleving zelf, ons daar scherp op houden en met ons meedenken hoe we dit proces het meest kansrijk kunnen gaan organiseren. We gaan het meemaken. Heel veel succes en bedankt in ieder geval voor het interview. Graag gedaan. Dank u wel.